Ik ben Camiel Verschuren, beeldend kunstenaar, woonachtig en werkzaam in Rotterdam. En op deze plek in Oud-Charloos al sinds 1991. Toen hebben we met een aantal studenten een voormalige industrieschool voor meisjes gekraakt. Dus eerst gekraakt, 21 jaar lang. En recentelijk hebben we het pand weten te herontwikkelen. En nu huren we het. De groep heet Stichting BAD, kunstenaarscollectief. En de groep zijn allemaal kunstenaars, waarvan de meesten hier alleen werken als ateliers in het oude schoolgebouw. En inmiddels zijn er 6 huishoudens ook in ontwikkeld. En altijd gastateliers voor buitenlandse kunstenaars die hier wonen en werken ook. Het schoolcomplex is zeg maar L-vormig. De tuin delen we inmiddels met alle buren sinds 2003. Toen wij het kraakten was het behoorlijk verwilderd en ook verwaarloosd eigenlijk. Er was al sinds 1953 niks meer aan gedaan. Toen kregen we in 2001 de kans om met een budget van het Grootstedenbeleid ons binnentuin opnieuw te ontwikkelen. Toen hebben we bijna best een lange tijd met alle omwonenden een soort atelier gemaakt waarbij, wat zijn belangrijke aspecten van de tuin, wat zijn de wensen, wat zijn de kwaliteiten die nu al zijn en die wil je niet kwijt. Dat hebben we uitgewerkt in een ontwerp. Daarvoor hebben we een aantal aannemers benaderd en het eigenlijk zelf geproduceerd. Een belangrijk aspect was om het eigen speelveld wel echt open te houden als collectieve ruimte. We hebben ook hier het terras hier hersteld en een barbecue kruis gemaakt. En dat is het kruis van Noord-Oost-Zuid-West, maar daardoor heb je altijd één hoek zonder wind. Het grote plein zeg maar, is voor iedereen te gebruiken en toegankelijk. En dan is er een deel van de tuin is eigenlijk meer voor het collectief zelf. We hebben een hangplek gecreëerd voor de scholieren van de school tegenover ons. Nou ja, inmiddels is de tuin best wel groen geworden. En ook een aantal delen worden door de buren zeg maar, beheerd. En we doen dan meestal één keer in 2 maanden een klusweekend met alle mensen om de tuin te onderhouden. Dus eigenlijk de bescherming van wildgroen, planten en dieren. Heel veel vogels verblijven hier. En ook een soort avontuur te laten zijn, ook voor kinderen. Je kan een hele nette tuin maken opgeruimd, maar dat is vaak niet zo leuk om in te spelen. Ik ben Abe en we zijn nu in Stichting BAD. In de bomen die ik met nog één iemand anders heb gemaakt, maar ik heb eigenlijk het grootste deel gemaakt. Met accuboor en schroeven en spijkers en hamers. Super leuk. En als nieuwe kinderen komen, die nog nooit hier zijn gekomen, gaan dan de volgende dag op school echt helemaal vertellen zo van, dit is echt een coole tuin en zo. Gewoon je eigen gang gaan een beetje. Hoe je het zelf wil. Maar altijd wel eerst een beetje een idee nemen. Ik woonde eerst in de oude directiekamer. Daarna ben ik naar het kooklokaal verhuisd en nu woon ik in de gymzaal. Maar het voelt een beetje als een soort boerderij zetten, voor- en achterterras. Beter wordt het niet. Nou, zelf heb ik veel planten verzameld. Een aantal komen uit Tropicana. Die zijn ook gerecycled. En die zin hebben veel bomen en planten hebben wel een verhaal. Daar verderop is een Wilhelmina-boom. Die zijn voor mij geplant toen Wilhelmina werd geïnstalleerd als koningin of al op haar geboorte. Een van de twee. En daar, dat is de boomhuttenboom. Dus daar worden alsmaar boomhutten in afgebroken, aangebouwd. En dat is een eindeloos proces van construeren en deconstrueren. Dus hier kan je gewoon doen wat je wilt en dat is wel prettig. Wij zitten hier denk ik nu iets van 26 jaar en de binnentuin is voor ons altijd wel een soort enclave geweest. Door de week is er heel veel verkeer en er zijn iets van 25 scholen aan deze straat gebouwd. Maar in het weekend is er helemaal niks. En dan is er eigenlijk niet zoveel sociaal leven zeg maar, in zo'n gebied. Maar die binnentuin heeft ons altijd een soort, die heeft ervoor gezorgd dat we niet zijn weggegaan, zeg maar. Wij hebben een beetje de regel, wie doet mag het zeggen en wie het zegt mag het doen. Het gaat natuurlijk altijd over van hoeveel verantwoordelijkheid neemt iemand als hij iets doet. Maar het is ook een beetje live and let live, zeg maar. Dit terras bijvoorbeeld is eigenlijk mijn achtertuin. Tenzij er een collectieve activiteit is, dan is het weer voor iedereen toegankelijk. Dan is ook de barbecue voor iedereen beschikbaar en de pizza oven en de tafels en de stoelen. Zo nu, als het iets mooier weer wordt, dan als je vaak s'avonds thuis komt, dan zit iemand weer een fikje te maken. En dan, het is ook een soort plek waar je dan samenkomt. Ook de gasten die dan natuurlijk hier wonen en werken. En vaak de buren bijvoorbeeld, de zon gaat daaronder. Dus die hebben als ze thuis komen uit hun werk, zo 5-6 uur, is de zon weg uit hun tuin. En die gaan dan vaak op de bankjes hier nog even een drankje doen in de zon bijvoorbeeld. Ik ben
eigenlijk, zoals jullie dus zien, echt een plantenliefhebber. En daarnaast ben ik ook kunstenares. Ik maak abstracte kunst. Ik denk, als je kijkt naar mijn werk qua kleur, dat het heel erg arts is. En ik denk dat mijn planten me ook gewoon energie geven om dus te maken wat ik maak eigenlijk. Dit is een Dracaena plant, dus het is een soort van palm. Ik heb hem Rocky genoemd. Na Rocky Balboa, of course. Omdat hij eigenlijk de afgelopen jaren mijn steun en toeverlaat is geweest. En ik denk dat Rocky wel een beetje het begin is geweest van, denk ik, mijn plantenfetish, om het maar zo te zeggen. Eerst kocht ik heel veel sneakers en nu koop ik plantjes. 2 weken geleden heb ik ze nog geteld en het zijn er 90. Dus op zich valt het wel mee. En ik kies ook bewust voor niet bloeiende planten. Dat is gewoon mijn voorkeur, maar meer echt voor groene planten en planten die het ook lang zonder water kunnen als ik bijvoorbeeld met vakantie ben, want anders zou het zonde zijn. En ik denk ook een beetje dat het ook met mijn achtergrond te maken heeft dat ik uit Zuid-Amerika kom. Mijn moeder is Surinaams, mijn vader is Braziliaans en ik wilde ook een beetje die omgeving, denk ik, soort van creëren. En planten geven mij ook gewoon een goed gevoel. En ik denk dat dat wel gelukt is, ja. Ja, het leven weet je ups en downs, dus ik denk dat Rocky dat ook een beetje heeft meegemaakt, maar een beetje mijn energie heeft gevoeld, ja. Maar uiteindelijk is hij er wel doorheen gekomen. Net als ik, ja. Toen de tuin werd herontwikkeld, kregen we met de kunstenaarsgroep Bad een uitnodiging om in Tokio een tentoonstelling te maken. En we hadden daarvoor het project Oasisme bedacht. De term Oasisme, net als cubisme of impressionisme. Maar Oasisme is eigenlijk de kunst van het maken van plekken die gastvrij zijn. Eigenlijk waarbij gastvrijheid dus een soort kunstmiddel is, net zoals verf of kleur. Onze plek gaat over kraken, het gaat over poldermodel, hoe je overlegt met elkaar, hoe je met buren ook onderling eruit komt, hoe je dingen beslist. Eigenlijk heel veel dingen die ook met Nederland te maken hebben, maar niet de tulpen en de kaas en zo. Nou ja, zo is de tuin onderdeel geworden van een kunstproject, Oasisme.